Ik ben echt een lezer. En dan is het voordeel van bij Omroep Brabant werken is dat je nogal eens voordat er iets officieel uitkomt al een drukproef krijgt. Dus zo kreeg ik via uitgeverij Mac, die zit in Rijen, het nieuwste boek van Theo Barkel al toegestuurd. En zoals je al hoort, we moeten het zoeken in de fantasyhoek. Theo, goedemiddag. Goedemiddag, Eefke. Want de titel is Het chagrijnige slagzwaard, deel 2. Dus ik wil voor jou heel kort eventjes een samenvatting van deel nummer 1. In deel nummer 1 is er een jongen, Hiram, die wordt het huis uitgestopt door zijn vader. En die besluit om zijn geluk als dichter te gaan proberen aan het Hof van de Koning. Maar die vindt onderweg naar het paleis een levensslagzwaard. En dat zwaard heeft overal commentaar op, is chagrijnig, maar heeft het hart op zijn goede plaats zitten. En nou ja, er komt een intrige aan te pas. Op het eind van het verhaal hebben we Hiram en het slagzwaard het koninkrijk gered. Tadaa! In de notendop. Ja, precies. Zodat als mensen denken, ik wil nog aan deel 1 beginnen, dat niet alles weggegeven is. Het kent een happy end. Maar toch uiteindelijk, het zat toch nog erin dat je denkt, ik moet er iets meer mee. Terwijl dat je eigenlijk helemaal niet van plan was om fantasy te gaan schrijven, Theo. Nee, dat klopt helemaal niet. Ik ben van oudsher een enorm science fiction liefhebber. Maar nu zitten we in een land met magiërs, met heksen en met pratende zwaarden. Ja, ik ben toch over de start gegaan. Ja, wat is er gebeurd? Er kwam een belletje binnen van een tijdschrift waar ik voor schreef dat een artikel uit was gevallen van 4 bladzijden. Mm-hmm. Of ik in 2 dagen tijd een oplossing had. En in een recalcitrante bui tegen alle Lord of the Rings-achtige boeken, zonder daar negatief over te willen doen, maar ik vond alles heel veel hetzelfde qua verhaallijn, mm-hmm. had ik een verhaal geschreven wat zich daar enorm tegen afzette. En dat was eigenlijk het korte verhaal van chagrijnige slagzwaard. En iedereen die zei na het lezen van dat verhaal, dan moet je een boek over schrijven. En doordat ik dat 100 keren gehoord had, had ik zoiets van, nou, dan moet ik het misschien maar eens een keer doen. Nou, dus inmiddels zitten we aan deel nummer 2, hè. Dus we hebben nog steeds Hiram. En het zwaard noemen we eventjes Harry ook nog eens een keer. Ik zie het zo voor me als mensen een beetje thuis zijn in fantasy lezen. Je hebt de schrijfwereld of Discworld. Een beetje dat soort humor is het, hè? Ja, daar is het binnen een week toen deel 1 uitkwam 2-3 keer mee vergeleken. En die had ik niet aanzien komen, die vergelijking. Daar mag je best blij mee zijn, want die boeken zijn heel grappig. Ja, ik vind ze geweldig. Ik heb er ook redelijk wat gelezen. Maar zelf had je dat niet gepuzzeld? Ah. Nee, ik had het echt helemaal niet gezien. Ik zag hem niet aankomen, dus ik was blij verrast om daarmee te vergelijken te worden. Maar voor nu deel 2 dus uit. En normaal zou je dat, hè? Jij bent uitgever, je schrijft dus zelf ook heel veel. Nou, je weet wel hoe dat je een boekpresentatie moet geven, maar het is coronatijd, dus het is toch een beetje anders, denk ik, wat je morgen gaat doen. Ja, klopt. Ja. We gaan het via Facebook livestream doen. En voor de mensen die het leuk vinden om mee te kijken, op onze website uitgeverijmec.nl staat de link al. En ja, het gaat dus helemaal via een livestream. En dat heb ik nog nooit gedaan. Want je hebt nog wel wat genodigden erbij, hè? Maar dan zorg je ervoor dat allemaal aan de regels voldoet die 1,5 meter ja, heeft. Ja, precies. Ah, ja. Goed. Nou, kunnen we meekijken vanaf 2 uur via jullie uitgeverij Mac. Ga maar zoeken, M-A-C-C. En als mensen dan denken, nou, ik koop hem ook nog, dan is er ook natuurlijk nog een leuk extraatje. Want wat heb je bedacht, Theo? Ja, we hebben iets leuks gedaan. Ik had het verhaal af, maar ik had nog een heel leuk idee voor een kort verhaal. Wat zich dus na het boek, na het tweede deel afspeelt. Hmm. En we hebben daar een hele beperkte oplage van gedrukt. En iedereen die het boek via onze webshop bestelt, die krijgt een genummerd en gesigneerd exemplaar, zolang de voorraad strekt. Nou, je maakt me wel weer nieuwsgierig. Ik was al heel blij dat ik vooraf de drukproef had gehad. En nou heb ik toch het idee dat ik nog net een worstje mis ben gelopen. Ga dat checken in ieder geval. Heb morgenmiddag een fijne middag. Blijf gezond en coronaregels en dus ook coronavrij allemaal, Theo, zodat je meer kunt gaan schrijven. Want deel 3, daar zit ook wel ergens achter in je hoofd te kriebelen, toch? Ja, dat is 3/4 al klaar in mijn hoofd. Moet alleen nog op papier. Nou, maak daar dan eens tijd voor. Dus als je inderdaad bent voor fantasy met een knipoog, zo wil ik het maar even noemen. Want het speelt zich af in een soort middeleeuwse wereld. Genoeg avonturen, maar ook genoeg te lachen. Alleen al een pratend zwaard. Nee, daar hoef je echt nog geen borreltje voor op te hebben. Dat is dus dan je adres voor het chagrijnige slagzwaard. Boek van Brabantse Bodem, deel nummer 2.